Briefje van Jan. Beste Carola Schouten, denkt u nou echt dat die boeren achterlijk zijn? Eén toezegging deed u vanmiddag op het Malieveld. Eentje. Zolang ik minister van Landbouw ben, komt er geen halvering van de veestapel. Nou, poepoe. Dus eerst spreken jullie in het kabinet af dat een of andere Jan Jodokus van D66 zich op moet offeren om het ridicule voorstel te lanceren om het aantal varkens en kippen in dit land te halveren. En dan gaat u bij de grootste boerenmanifestatie ooit in de Nederlandse geschiedenis de gebraden haan uitlopen hangen door te roepen dat het echt niet gaat gebeuren zolang u minister bent. Even de powerlady uithangen. En die boeren, die weten natuurlijk heus wel dat Mark Rutte maar één keer boe hoeft te loeien tijdens de ministerraad. Of u barst weer in tranen uit en rent naar de kamer van Gert-Jan Segers om een stapel tissues vol te snotteren. Die 50% minder, dat wordt gewoon 30% of 40%. Want dat moet van Brussel en Jesse Klaver. En dan kunt u met droge ogen beweren dat u de boeren niet volgelogen heeft. Kortom, u belooft ze een half ei, maar geeft ze een lege dop. En verder hoorde ik u voor de miljoen miljardste keer zeggen dat u ook een boerendochter bent. En daarmee suggereert u dat u hart heeft voor de boeren. Nou, ik ben de zoon van een verkoopster van de Bijenkorf, maar ik vind het een vreselijke zaak geworden, dus ik laat er geen traan om als u omvalt. En Jesse Klaver is de zoon van een wegloopvader, maar die hoor ik ook nooit pleiten voor meer eenoudergezinnen. Het zegt namelijk helemaal niets waar je wieg stond. Het is gewoon een beetje inspelen op de sentimenten van de boeren. Wel woorden, geen daden. En die boeren, die merken in de portemonnee heel makkelijk hoe groot uw liefde voor de sector is. In 2017, het jaar waarin u minister werd, verdienden ze gemiddeld 72.000 euro. In 2018, uw eerste volle jaar als minister, daalde dat naar 42.000 euro. Voor dat bedrag moeten ze 7 dagen in de week 24 uur per dag paraat staan. Om over de vissers, die keer op keer door Brussel genaaid worden omdat u onvoldoende voor ze opkomt, maar niet te spreken. De boeren veroorzaakten vandaag de file des doods. En normaal haten andere automobilisten dat. Maar vandaag werden ze niet boos. Integendeel zelfs. Ze stapten uit en gingen voor de boeren klappen. De burgemeester van Den Haag, Krikke, liet de binnenstad door politie, mobiele eenheid en ingehuurde blokkeercollaborateurs van transport- en bergingsbedrijven barricaderen. Toch bereikten vele honderden tractoren het Malieveld. De politie arresteerde voor een vorm nog wel een paar, maar keek vooral heel toevallig de andere kant op als er een boer over een hek reed of door een grasstrook. Weet u waarom, mevrouw Schouten? Heel Nederland staat achter de boeren. Heel Nederland snapt dat dat waanzinnige verbond tussen de klimaatsector en die klimaatindustrie ons allemaal heel veel ellende gaat opleveren en geld gaat kosten. Heel Nederland snapt, nu zijn de boeren de lul, straks zijn wij aan de beurt. En ik zag aan uw ogen op het podium op het Malieveld dat u het ook doorhad. U was bang. Bang voor het volk. En dat brengt me op het echte dieptepunt van de dag, de angst. De Kamerleden die het boerenprotest wilden bezoeken mochten van Kamervoorzitter Ariep niet naar het Malieveld wandelen, maar moesten onder zware beveiliging in gepantserde wagens die 790 meter overbruggen. Alsof de boeren hier de criminelen zijn. Briefje van Jan.